Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door René Cards. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video. Ja, ik heb hem al gelijk hier eventjes klaargezet, want ik heb vandaag een leuke tinbox die ik wil gaan unboxen. De Magearna EX tinbox. Dus zeker benieuwd wat daarin gaat zitten. En ja, ik heb nog van Tomover heb ik nog een paar losse booster packs. Dus laten we er twee bij gooien. Misschien zit hier wel een Glaceon of... volgens mij Umbreon. Ja, Glaceon of Umbreon. Maakt niet uit, ik heb Glaceon. Tenminste, laten we het hopen. In ieder geval, die hebben we dus mee voor deze video. Dus ik zou zeggen, laten we deze maar eventjes zo snel mogelijk gaan openen. En jongens, maak je geen zorgen. Morgen komt er weer een Legend of Zelda video. Ik heb het zo druk gehad. Dat was gewoon echt... Ik ben hier ondertussen aan het vechten met... Maar ik heb het zo enorm druk gehad met... hoe heet dat? Met mijn werk. Dus ik heb echt helemaal geen tijd gehad om na Tomover eigenlijk meer op te nemen. Maar ik ruim het zelf wel op. Dus nou, gaan we hem heel voorzichtig openen. Want dan krijgen we dus weer dat plastic mooi erin te zien. Wat ervoor zorgt dat alles mooi op zijn plaats blijft. En hier hebben we dus de Magearna kaartjes. Die zou ik dadelijk heel eventjes mooi bijpakken. En de code die wij gelijk eventjes weghalen. Misschien dat ik een keertje een code wegdoe. Dat lijkt me wel leuk. Dus, maar goed, eerst eventjes voorzichtig deze kaart weghalen. En voor de mensen die het zich afvragen, ja, ik heb sleeves bij de hand liggen. Dus, oké, nou, hier hebben we dus Magearna EX. Dus, is, ja, op zich 120 damage in de eerste beurt met 3 energie is wel handig. Maar ja, daarna doet hij maar 60. Maar het gaat meer waarschijnlijk over die ability. Prevent all effects of your opponent's attacks except damage done to each of your Pokémon that has any... ja, steel energy attached to it. Oftewel, kortom, alle staal of alle Pokémon die een staal energie hebben, kunnen dus geen status effect meer krijgen. Behoorlijk powerful. Dus ik zal deze heel eventjes mooi hier op onze nieuwe Eevee mat neerleggen. Nogmaals bedankt daarvoor, René. Ja, dan gaan we snel eventjes kijken welke kaarten booster packs dat er dus bij zitten. Wij hebben een Steam Siege. We hebben 2 Steam Siege. Dus we hebben 3 Steam Siege met die andere erbij gerekend. We hebben Ancient Origins. En we hebben een Primal Clash. Nou, eigenlijk ben ik niet echt bekend met die. Ik ben er wel nieuwsgierig naar wat daar dan in gaat zitten. Dus ik zou zeggen, we gaan eerst de tinboxen doen. En daarna gaan we dan die twee die op de achtergrond liggen. De Steam Siege en de Fates Collide. Dus die leg ik heel eventjes achter neer. En dan gaan we dus deze nou eens even snel openen. En we hebben 2 Steam Siege. Dus laten we dit keer gewoon met Steam Siege beginnen. Waarom ook niet. Dus ik heb een mooi trucje gekregen. Dus ik kan het nou wat makkelijker openen. Daar ben ik eigenlijk best wel blij van. Even deze aan de kant. En ik heb het al helemaal verkeerd gedaan. Want we zagen al hoe erg dat ik het hier fout deed. 1, 2 en 3. Ik ben niet echt helemaal er nog in vandaag. Misschien dat het bij de volgende beter gaat. En binnen al gelijk met een dubbele kleur. Of een dubbel type fairy water. Dus dat is wel uniek. Dus, maar goed, we gaan eventjes verder. Oké, we hebben Persian. We hebben een Flaffy. En mijn hand die zorgt voor een verkeerde belichting. Het is best wel vervelend, maar dat maakt niet uit. Mareep. Mareep en Flaffy. Altijd leuk als dat samen gebeurt. Mantine. Meowth. Larvesta. Fletchling. Reversed Hollow Nidoking. Die vind ik eigenlijk best wel mooi eigenlijk. Ziet er nice uit. En Armaldo. Nou, ik zal eens eventjes kijken of ik een beetje makkelijker... hoe heet dat? De dingen is weg kan doen. En waarom? Jij hoort niet op de bench. Je bent een hele mooie kaart, maar jij hoort niet op de bench. Tenminste, daar hoor je niet thuis. Oké, de volgende. Ik hoop eigenlijk op een... volgens mij is het... Volgens mij wel. Ik zit er heel over na te denken. Waarom heb ik die rommel hier? Die rommel die hoort hier niet. Nou, in ieder geval... eventjes de code er even afhalen. Zo, die leg ik er gewoon eventjes daar neer. En 1, 2, 3. Ja, de codes, ze worden nog geredeemd. Dus mocht je toevallig de code zien. Ja, het spijt me zeer, maar ze zijn nog geredeemd. Dus dan ben je daarvan in ieder geval op de hoogte. Goed, deze die is wel goed gegaan. En wij hebben een Ambipom. We hebben een Tangward. Hawlucha. Drifloon. Barnyard, ben je nou aan het autofocussen? Ben je aan het autofocussen? Nee toch? Je bent wel aan het autofocussen. Geen autofocus, paas erop. We hebben een Seedot. We hebben Klink. We hebben Mareep.
Reversed Hollow Zwie. Ik kan het niet uitspreken, sorry jongens. En we hebben Clawtizer. Niet echt de kaart waar ik naar op zoek was. Best wel jammer. Nou ja, misschien heeft Ancient Origins een leuke kaart in zich. Ik wil deze video natuurlijk niet te lang maken, omdat het is gewoon een unboxing video. Dus laten we maar gewoon deze openmaken. En dan gooi je gewoon daar naartoe, want ik maak het zelf allemaal wel weer schoon hoor. Oké, 3 van achteren. Hoppakee, wij draaien om. Oké, we hebben een Sceptile Spirit Link. We hebben Vespiquen. Deze hebben we toevallig gezien. De deck hebben we gezien bij Tomofer. Not a fan. Hexmaniac. Kan op zich wel een hele goede zijn. Een Goomy. No! Eevee! Eevee, jij komt op de bench. Eevee, maakt mij niet uit. Weet je wat? Eevee, jij komt gewoon bij Eevee. Eevee, jij komt bij Eevee. Zo, Eevee bij Eevee. Veel leuker. Oké, we hebben Oddish. We hebben Combi, dus we kunnen hem ook nog eens een keer evalueren. We hebben een Inkay. We hebben Volcarnia? Ik ken het niet uitspreken. In ieder geval Reverse Holo. En we hebben een... een Regieyes. Regieyes is echt een hele goede EX-blokker. Dus gebruik hem zelf ook in mijn deck. Die mag ook wel vooruit dan een speciaal plekje op de bank hebben. Maar deze blijft gewoon een speciaal plekje voor mij houden. We hebben een Eevee, jongens. Ik ben er heel blij mee. Oké, nou hebben we alleen nog maar Primal Clash. Dus gaan we eens even kijken wat we hierin vinden. Ik weet niet precies wat hier allemaal nog in kan zitten. Want Primal Clash, ja, dat is toen ik nog geen Pokémon Trading Card Game deed. Dus mijn excuses daarvoor. Dus ja. Dan ben ik even heel eerlijk naar jullie in. Oké, nou, we gaan gewoon proberen te kijken of we er iets leuks uit kunnen krijgen. Oké, we hebben een Marshtomp, Bunnelby, Electrike, Skitty, Treecko, Bunnelby. Hebben we nou twee Bunnelbies? Oké, we hebben de full art Bunnelby en een gewone Bunnelby. Grappig. Oké. Nou, we hebben een Weedle. We hebben een Zigzagoon. We hebben een Hornedge. En we hebben Electric. Deze blijkt op zich ook wel heel erg handig te zijn met de recovery. Tenminste, ik heb daar wel het een en ander over gehoord. Dus ja, op zich wel een leuke kaart. Helaas dus geen EX of full art of secrets of iets in die trend. Maar we hebben wel... deze te pakken gekregen. Regieyes is op zich heel erg goed. En natuurlijk Eevee, ja, voor mij blijft hij speciaal. Dus ik weet dat het voor sommigen geen speciale kaart is, maar voor mij blijft hij natuurlijk heel erg speciaal. Maar dit zijn niet alle pakjes die ik heb, want ik heb nog 2 bonuspakjes. Dus misschien kunnen de bonuspakjes rotzorgen weg. Ik bedoel, even verpakkingen, daar hebben we niks aan. Misschien kan de bonus extra pakjes die we erbij hebben, kunnen nog leuke dingen geven. Dus natuurlijk heb ik weer problemen met de losse pakjes die ik dus los heb. Oh. Gum. Zo, die gaan daar naartoe. 1, 2, 3. Zo. Oké, nou gaan we zelf even kijken. Ik hield ze gewoon ondersteboven, zag je daar? Oké, ik heb hier Rapidash. Pokémon Ranger, die hebben we toen full art gezien. Dat was leuk. Nidorino. Mantine. Sneasel. Ik zal een beetje midden in de camera houden. Hophip. Fletchling. Clauncher. En oh, we hebben een break, jongens. We hebben een Claw. Deze heb ik nog nooit gezien. Dus, Clawit's a break. Lock on. The defending... Wow, ik zit hier... Laat me even stil houden. The defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn. During your next turn, any damage done to that Pokémon by attacks is increased by 120. Wow. Dus... je kunt met 1 energie... kun je... de Pokémon dus vastzetten. Tot hij dus niet... Wow. En dan doe je gewoon met een aanval doe je gewoon 120. Want dan moet dan natuurlijk wel de Clawite zo zijn, zo'n aanval. Nou ja, trouwens, je kunt ook nog altijd swatchen met deze. Hartstikke leuk. Nou ja, oké, we hebben een break. Het is al heel erg wat. En we hebben dan nog Samurott. Die hebben we hier ook nog tussen zitten. Een starter waar ik dus eigenlijk heel weinig van weet. Mijn excuses daarvoor. En ja, jullie kunnen mijn stapel op de achtergrond hier een beetje zien. Maar dan moet ik mij niet echt zoveel uit. Goed. Fates Collide, kom op. Ik heb hier goed vertrouwen in. Hier zit gewoon de Glaceon in die ik wil. Eigenlijk ben ik niet op zoek naar de Full Art. Ik ben eigenlijk op zoek naar de semi-Full Art. Oftewel gewoon de EX, niet de Full Art. Want de Full Art heb ik al. Ik zal hem voor de grap op het einde van deze video... Trouwens, dan moet ik bij mijn... Scratch that. We gaan hem gewoon openen. Laten we gewoon kijken of we hier inderdaad een Espeon... Espeon, die zit hier niet in. Blooper. Laten we gewoon kijken of we hier inderdaad een Glaceon of een Umbreon in hebben zitten. En als er een andere in zit, dan ben ik daar natuurlijk ook een heel erg blij konijntje over. Goed. 3 van achteren. Ga naar voren toe.
draaien hem om. We hebben een Whimsicott. Ik kan het niet uitspreken. Fairy Garden. Altijd leuk voor een fairy deck. Weezing. Gotita? Gotita. Ik kan het niet uitspreken. Solosis. Nou, daar heb ik ook wel verschillende decks van gezien van Solosis. Snivy. Och, ik herinner me nog dat ik die Pokémon voor de eerste keer zag. Wat is dat voor een Pokémon? Ik weet het niet meer. Vergeet niet, hè? Ik speel vanaf de eerste generatie. Snabbel. Die ken ik dan natuurlijk nog heel erg goed. Binnacle. Minkino. Zeg me ook niks. En Aerodactyl. Oh, Aerodactyl. Ik ken jou met het amber deck van Aerodactyl deck. En... dit is vervelend. Maar goed. Het zijn best wel goede kaarten. En ik moet echt leren om die rommel van het bandje af te houden. Sorry, Eevee. Het spijt me heel erg. Dat is onderschout ik. Dus ja, we hebben best wel leuke kaarten te pakken gekregen. Nou ja, eigenlijk... naar mijn mening een beetje te weinig van... de kaarten waar we op zoek naar waren. Maar we hebben een leuke break. We hebben een Eevee te pakken gekregen die mijn dag goed heeft gemaakt. Een Regieice. En natuurlijk de promo kaart. Die hebben we ook te pakken gekregen. Dus ja, laat zelf eventjes weten in de reacties. Wat is nou jouw favoriete booster pack en waarom? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En nogmaals beloofd jongens. Morgen komt weer de Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Sorry dat ik het zo druk heb gehad, maar ja, ik had René beloofd dat ik ook nog een videootje zou maken. Jullie vonden deze video's leuk. Er komt nog een videootje voor de Venusaur EX box. En ja, als die dan gedaan is, dan ja, zien we wel weer wat de volgende gaat worden. En ik moet een beetje minder tegen mijn camera aanstoten, dus dat zou ook wel fijn zijn. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Schrijf mijn handen trouwens in beeld houden. Dit zijn mijn handen, weet ik wel. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En vergeet niet een comment te tikken als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien. Jullie in een... Dit is raar. Oké, editor vindt me naar plek. In ieder geval René, nog bedankt voor de tinderdoos. En ja... Tot de volgende video. Doei! Eigenlijk moet ik zo doen. Doe maar, maak het toch.